Seeds of Change, feestelijke afsluiting van de Internationale Vredesweek. Ik ben Jeanne van Eeswijk van Vrijhuis. En wat gebeurt hier vandaag? Vandaag is er hier een bijzondere themamarkt op de Afrikanenmarkt. Oké, en wat is daar bijzonder aan? Nou, hier proberen we gewoon de bestaande markt, allerlei gewoon bestaande marktkramen te mengen met mensen uit de wijk die dingen maken. Dus jonge ontwerpers, vrouwen die zelf koken. Tegelijkertijd is vandaag ook het thema vrede. En dialoog, dus er zijn ook een hele hoop kramen die gaan over hoe we samenleven, hoe we zouden kunnen samenleven. En er vindt hier straks ook het grote Erasmus-debat plaats. Wie bent u? Ik ben Lisette. En wat verkoopt u vandaag? Ik verkoop lingerie en mijn reclame voor 3D art, wat we zelf maken. Wat is 3D art? 3D art is schilderijen, kunstwerken van menselijk lichaam. Oké. Maak het dan helemaal van jezelf. Is het leuk hier? Ja, ik vind het wel gezellig. Leuk. Ja? Nog wat verkocht? Nee, nog niet, helaas. Okay. Maar de dag is nog jong, toch? Nee, daarom. Hou positief blijven. Oké, succes verder. Dankjewel. Dag meneer, wie bent u? Dag, ik ben Tom Buitenek van de deelgemeente Feyenoord en ben gebiedsregisseur hier in Afrika de Week. Oké, en wat doen jullie achter deze kraan? We laten de plannen zien van de Afrikanenwijk en de Parkstad. En dat doen we aan de hand van de maquette. In ieder geval de bewoners te laten zien wat is de komende 10 jaar hier gaat gebeuren en gaat veranderen. En mensen kunnen aan die maquette zien waar hun huis is en wat er dan zeg maar blijft staan. En wat over enkele jaren wordt aangepakt of opnieuw wordt aangepakt. Gaat er veel veranderen in de Afrikanenbuurt? Bij een derde van de woningen in het gebied worden aangepakt. Dus dat is aardig wat. En ook onder andere de voorzieningen, een zwembad, daar moet je ook aan denken, daar zijn we mee bezig. Maar er komen ook andere voorzieningen zoals een HVO-VWO-school in Parkstad. Dus ja, eigenlijk veel ontwikkelingen. Okay. Klinkt leuk. Hartstikke leuk. Ja, dus mensen zijn ook enthousiast als ze dat zien. En krijgen aardig wat opkomst om te kijken van wat zijn de plannen. En toch allemaal wel redelijk positief. Mensen zeggen van oké, we zijn er, eindelijk gaat er iets gebeuren in de Afrikanenweek. Okay, dat is fijn om te horen. Alsjeblieft. Hallo. Hallo. Waar bent u van? Van Stichting Vrijhuis. En wat doet u vandaag? We gaan vandaag in dialoog met de buurt. Eigenlijk de marktbezoekers. En we hebben het in deze dialoogkraam over veiligheid. Hoe mensen daarover denken en wat ze er zelf al aan doen om zichzelf veilig te voelen. Of ze misschien tips hebben voor anderen. En daarmee gaan we in een dialoog. We hebben ook verse eieren staan waar mensen hun ei kwijt kunnen. Boodschappen op het ei schrijven. Zo hopen we dat we zo meteen om 3 uur het grote debat kunnen vullen met de meningen van de buurtbewoners. Ik zie u uw ei kwijt. Zeg u? Wilt u uw ei kwijt? Nee, ja, even kijken wat we allemaal te doen is. Ja, wilt u even aanschuiven over meepraten over de veiligheid in de wijk? Oké. Kom maar. Ja, kom erbij. Kom maar kijken. Ja, ik weet nog wel dat de eerste, ja, anders de kleurige waren Indonesische mensen. Dag meneer. Hallo. Wat heeft u besteld? Een Pakistaans hapje. Het schijnt heel lekker te zijn met mintsaus. Heb je het wel eens gegeten? Nee. Ja, heel leuk. Gezellig? Heerlijk, ja, echt leuk. En wat heeft u hier gegeten? Bakora met mintsaus. Lekker? Pakistaans hapje. En het is zalig. Ik heb al 2 keer besteld. Zo? Ik heb speciaal mijn man opgebeld dat hij ook moest komen. Nee, ik zit al Dat is zo tof. Oh, heerlijk dan. Hier het gemaal zit en daar kan je regelmatig hapjes eten. Ja, hè? Op woensdag en op zaterdag. Heerlijk, ja. Leuk, gezellig.
Die moeten blijven hoor, die mogen niet weg. Nee hè? Nee. Oké, okay. Nou, veel plezier vandaag nog. Oké, okay, bedankt. Waar bent u van mevrouw? Van de Artsen voor Vrede. En wij proberen onze eigen artsengroep, maar ook het publiek en ook de politiek bewust te maken van de gevaren van met name natuurlijk kernwapens, maar ook van alles wat daar omheen hangt. Dus zeg maar uraniumwinning voor kernenergie of problemen van landmijnen, posttraumatische problemen van soldaten die in de oorlog hebben moeten vechten, dat soort dingen. Oké. Okay. Heel mooi. Oorlog is dus slecht voor de gezondheid, laat ik het zo zeggen. Nee, ja. Heel slecht. Dank u wel. En kernwapens zijn dodelijk voor de hele wereld. Wij zijn dus van het Palestine-comité Rotterdam. En wij staan hier op het Afrikaanse markt om handtekeningen te verzamelen voor de petitie tegen de muur die Israël bouwt op Palestijns gebied. Een muur die 700 kilometer lang is en drie keer zo hoog als de Berlijnse muur. Israël is ook veroordeeld door het internationaal gerechtshof. Israël lapt alle resoluties van de Verenigde Naties aan zijn laars. En het maakt die muur maakt dus een Palestijnse leven onmogelijk. Heb je je handtekening gezet? Heb je je handtekening gezet? Wie maakt die dingen? Met die maak vrouwen, bij die maak atelier. Oh, maak atelier. Markt te doen. Vorig jaar hadden we ook één keer een kerstmarkt gedaan en dat proberen we dit jaar weer te doen. Oh, gezellig. Oké, tot dan. Oké, tot dan. Dag. Dag.